Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben als het goed is net de herkansing gemaakt van ST3. Dus het lijkt me leuk om samen even te kijken naar die toets. Dus hier is die. Even een beetje inzoomen, kan hem beter zien. 4 april, ochtends, 10 vragen, 44 punten. Formules, geometrie. Oké, perforaties. Gegeven is de familie van functies. Fax is 4x min 12x min 16. Als er twee waarden voor a voor de f van f een perforatie heeft, bereken exact die waarde van a en de coördinaten van de bijbehorende perforaties. Dus fax is aan de bovenkant 4x kwadraat min 12x min 16 gedeeld door 4x plus a. En jullie weten dat je over het algemeen een perforatie hebt als je de situatie hebt 0 gedeeld door 0. Nou, aan de bovenkant staat helemaal geen a. Dus we kunnen gewoon kijken wanneer de bovenkant 0 is. Laten we dat eerst doen. Dus dan krijgen we hier 4x kwadraat min 12x min 16 is 0. Nou, dan kunnen we alles door 4 delen. Dus dan krijg je x kwadraat min 3x min 4 is 0. En dan zoek je tegentallen die keer elkaar min 4 zijn plus elkaar min 3. Nou, dat zijn natuurlijk plus 1 en min 4. Dus dan is x gelijk aan min 1 of x is 4. Daar is de bovenkant 0. Dus nu zijn er twee gevallen. Het geval waarin we gaan kijken dat de onderkant ook 0 is bij x is min 1. En het geval dat we gaan kijken wanneer de onderkant gelijk is aan 4. Dit geeft ons de ene perforatie en dit geeft ons de andere perforatie. Dan gaan we zeggen, nou, ik wil dus dat 4 keer min 1 plus a gelijk is aan 0. En wat is a dan? Nou, dan is a gelijk aan 4. En hier ook. Hier zeg je van, nou, ik wil dat 4 keer 4 plus a gelijk is aan 0. En dat betekent dat a gelijk is aan min 16. Is allemaal leuk. Maar nu weten we dus de x-coördinaat van de perforatie. We weten de waarde voor a. Maar wij moeten nu ook nog de y-coördinaat van de perforatie doen. En de y-coördinaat van de perforatie die vind je door een limiet te nemen. En een limiet nemen in het geval van 0 gedeeld door 0, dat doe je meestal. Eigenlijk jullie doen dat altijd, maar in de wiskunde doen we het meestal. Door te kijken of je iets buiten haakjes kan halen boven en onder en het dan wegdelen. Dus dat gaan we even eerst doen. En dan hoeven we niet de hele tijd dat lim op te schrijven. Want wat we hier opschrijven, dat mag ook gewoon als er geen lim staat. Dus fax is 4 keer, jullie bovenkant hadden we al ontbonden, hè? 4 keer x plus 1 keer x min 4. En aan de onderkant, als a is 4, dan heb ik hier een 4 en daar ook een 4. Dus die kan ik buiten haakjes halen, dan heb ik hier 4x plus 1. Dat betekent dat ik onder de voorwaarde dat x is ongelijk aan min 1, dit kan schrijven als 4 keer x min 4 gedeeld door 4. He, want die x plus 1 die gaat al weg. En die 4 kan ook. Dit wordt gewoon x min 4. En als we nu de limiet gaan nemen, dan zeggen we, de limiet voor x gaat naar min 1 van f. Ik had hier a gezegd, maar dat moest dus 4 zijn. Hè? Okay. Van f 4x, dat is de limiet voor x gaat naar min 1 van x min 4. En we hadden hier nog zo gezegd dat je geen min 1 mocht invullen. Maar als je wil weten waar dit naartoe gaat als x naar min 1 toe gaat. Als je erachter wil komen, dan mag je dat wel berekenen door die min 1 in te vullen. Want dan gebeurt geen ongeluk meer. Dus dan zeggen we min 5. Dus de coördinaten van de perforatie zijn min 1, min 5. Even kijken of ik dat ook heb. Dat zou lullig zijn als ik allemaal fouten zit te maken hier. Ja, dit is wel goed gegaan. Dat is mooi. Dan moeten we nog een keer dit spelletje spelen. Maar nu met a is min 16. En dan gebeurt er iets anders. Kijk, als a is min 16, bekijk ik f min 16 van x. En dan staat er aan de bovenkant 4 keer x plus 1 en x min 4. En aan de onderkant
Even kijken, dan krijg je dus hier 4x min 16. Dan kan je ook een 4 buiten haakjes halen. Dus dan krijg je hier x min 4. En nou, die 4 kunnen natuurlijk weg, maar die x min 4 die kan ook weg. Dus dan hou je hier gewoon over x plus 1. En dan moet hier staan, mits x is ongelijk aan 4. Want bij 4 mag het niet, want dan is het 0 gedeeld door 0. En dan, hij heeft nog steeds een gat en dat gat zit bij x is 4. Dat geef je aan door te zeggen, 4 mag je niet invullen. En een gat was een makkelijk woord voor perforatie. Dus de limiet voor x gaat naar het getal dat niet mag. 4 van f min 16. X is gelijk aan de limiet voor x gaat naar 4 van x plus 1. Nou, en dat is natuurlijk gewoon 5, want dan vullen we die 4 weer in. Dus de coördinaten van de perforatie zijn 4,5. Nou, leuk. Dan gaan we naar nog een som. En dan zeggen ze hier, gegeven is de functie stel van elke asymptoot van de grafiek van f de formule op. Oké, nou. Hoe moet je nou weten welke asymptoot je moet zoeken? Laten we daar eerst even over hebben. Aan de bovenkant hebben we een tweede graads ding. X tot de macht 2, maximale macht van x. Onder hebben we een eerste graads ding. Dat betekent dat als je het gaat delen, dat je uiteindelijk een macht van x overhoudt. Hè? Tweede macht gedeeld door een eerste macht houdt een eerste macht over. En wat rommel. Dus omdat die macht van de teller eentje hoger is dan de noemer, weten we dat er een scheef asymptoot is waarschijnlijk. Tenzij de deling helemaal goed gaat en je niks overhoudt, dan krijg je gewoon een perforatie. En verder, kijk, als x is 3, dan staat er aan de bovenkant vast geen 0. Dus dat betekent dat we een verticale asymptoot krijgen als de onderkant 0 is. Dus we gaan het wel even checken straks. Dus eerst maar even de verticale asymptoot. De verticale asymptoot krijg je als x min 3 is 0. Maar dan moet dat andere ding, die 2x verraad min 5x plus 2... Die moet geen 0 zijn. Dat kun je gewoon aan het eind even controleren. Nou, dit geeft natuurlijk x is 3. En als je dan 3 hier invult, krijg je 2 keer 3 kwadraat min 5 keer 3 plus 2. Nou, 2 keer 3 kwadraat is 18. Min 5 keer 3, dat is 15. Dan heb ik 3 over. En als ik er dan 2 bij optel, dan is het geen 0. Dus inderdaad, verticale asymptoot x is 3. Die scheve asymptoot, dat kan je doen met uitdelen. Maar je kan het ook doen met staardelen. En tel eigenlijk gewoon elke keer dat ik staardelen gewoon beter vind. Want je schrijft je hele berekening op, maar je schrijft geen dingen dubbel op. Terwijl als je gaat uitdelen en je schrijft het netjes op, dan schrijf je eigenlijk alles twee keer op. En dan vallen ook nog eens een keer een heleboel dingen uit de lucht. Eigenlijk is uitdelen gewoon waanzin. Maar oké, het mag wel. Hoe vaak past x in 2x kwadraat? Nou, 2x keer. Hoezo meneer? Nou, als ik 2x keer x doe, dan krijg ik 2x kwadraat. En als ik 2x keer min 3 doe, dan krijg ik min 6x. Het lijkt trouwens wel een beetje een 8. Hè? Dat is wel heel erg. Daar maak ik even een tweede van. Zo. Oké. Dan gaan we het van elkaar aftrekken. Dan krijg je 2x kwadraat min 2x kwadraat is 0. En je krijgt min 5x min min 6x. Dat is plus x plus 2. En dan is de vraag, oké, hoe vaak past x in x? Ja, x keer meneer natuurlijk. Of 1 keer. Dus 1 keer x is x. En 1 keer min 3. Min 3. Dit trekken we weer van elkaar af. Dus dan krijg je 2 min min 3 is 5. En dat betekent dat we die fx kunnen schrijven als 2x plus 1 plus 5 gedeeld door het ding waar we door aan het delen waren. Dit ding, hè, dat gaat naar 0 als x naar oneindig gaat. Dus we weten dat die als x heel groot wordt, of een min oneindig hier trouwens ook, dan heeft het geen invloed. Dus wat ik dan overhoud is scheef asymptoot I is 2x plus 1. En op het examen zijn ze meestal niet zo streng. Dan mag je zeggen dat dit de scheef asymptoot is. Maar formeel moet je nog even zeggen, kijk, dit gaat wel naar 0 als x naar plus of min oneindig gaat. Oké, nou, dan hebben we nu twee asymptoten gevonden. Namelijk verticale asymptoot bij 3 en een scheef asymptoot 2x plus 1. Oké, nou, wat hebben we nog meer voor leuke dingen? Bewegen in het vlak. De beweging van een punt P wordt beschreven door de bewegingsvergelijkingen bla bla bla. Zie onderstaande figuur. Oké, nou, dan gaan we die even opschrijven en dan gaan we ze ook even in de rekenmachine gooien. Dan kan de rekenmachine het even tekenen voor ons en dan leren we misschien nog wat.
over deze figuur. X als functie van t is t kwadraat min 3. En y als functie van t is t tot de derde min 9t. Nou, dat kan je dan invullen bij grapher. Dit is iets van een andere toets die ook net is geweest. Dus ja, niet zo belangrijk. Weg met die zooi. En dan gaan we hier een parametervoorstelling invullen. Deze, zie je dat? F als functie van t is een vector. Zo schrijven we het hier als vector. Nou, dat mag. Dus die eerste component van die vector, dat is t kwadraat min 3. En dan hebben we hier t tot de derde min 9t. Nee, niet tot de macht, gewoon t. T. Oké, die willen we graag tekenen. En dan moeten we ook, denk ik, nog even aanpassen waar t moet lopen. Plot restriction, t min. Laten we, dit is van 0 tot 2 pi. Hè. Dat doe je meestal als je iets met sinus en cosinus hebt. Dan zit je vaak wel goed als je van 0 tot 2 pi gaat. Maar als het iets is met machten van t, dan is het beter om te kijken wat er gebeurt als je hem van min 10 tot 10 laat lopen of zo. Oké, nou, teken het maar dan. Oeh, dat vind ik niet echt een supermooi window. Laten we eventjes... Meestal kiest dit ding, dat wordt geacht zelfs een window te kiezen op een fatsoenlijke manier. Maar ik ben hier niet echt van onder de indruk. Dus laten we x lopen kijken, kunnen we dat zien? Dat kunnen we niet echt zien. Hè? Nou, laten we lopen van min 10 tot 10 kijken. En dan kunnen we altijd nog een stukje inzoomen. En we gaan de y ook laten lopen van min 10 tot 10. Dan krijgen we vast wel iets herkenbaarder in beeld. En dan kunnen we straks ons window nog even aanpassen als we dat nodig vinden. Ah, zie je dat? Oké, het is niet super mooi. Maar, wat gebeurt hier? Hij heeft dat window gekozen om natuurlijk het hele ding in beeld te krijgen. Ja. Het is natuurlijk niet zo fijn dat hij het window aanpast als ik er overheen loop. Maar oké, dit ziet er oké uit. En we zien dus, als t is 0, zit hij hier, zie je dat? En dan komt hij hier langs bij t is in de buurt van de min 3. En als we dan verder lopen, dan komt hij hier nog een keertje langs. En dat window is zo groot geworden, omdat hij graag helemaal dat ding in beeld wilde hebben van t is min 10 tot 10. Dus mijn fout eigenlijk hier is, als ik het beter in beeld wil hebben, had ik beter gewoon t kunnen laten lopen van min 4 tot 4. Laten we dat nog even proberen. Dus dan moeten we hier naartoe, expressions. En dan zeggen we hier in het menutje plot restriction. En dan gaan we t laten lopen van min 4 tot 4. En dan kunnen we de assen weer op auto zetten en dan krijgen we een fatsoenlijk in beeld. Kijk maar. Auto. Zie je dat? Dat is mooi. En dan zie je dus gewoon dat hij dit doet. Als x afneemt, gaat hij hier naartoe. En als x toeneemt, dan loopt hij zo. Nou, leuk. Dat geeft wat inzicht in. Het kost wel veel tijd, meneer. Maar ik denk wel dat als je deze sommen moeilijk vindt, dat het dan kan lonen om even het ding te tekenen op je rekenmachine. Even idee te krijgen van hoe die loopt. Want dan heb je dat later in je leven makkelijker. Dus hij doet dit. Hij loopt in deze richting, dat wisten we niet. Dit zit bij t is 0. En je kan ook gewoon zien, als je t is 0 invult, is dit 0 en is dit min 3. Dus dit zit bij min 3. En hier snijdt hij zichzelf dan. En dat denken dat het ongeveer bij 3 is, maar dat weten we niet zeker. Nou, wat gaan ze erover vragen? Toon aan dat de baan zichzelf snijdt in het punt 6,0 en bereken de hoek phi waaronder dit gebeurt. Het gaat hier om de hoek die je krijgt als de x-as en de y-as anders in de figuur dezelfde schaalverdeling hebben. Geef je antwoord in graden in 1 decimaal nauwkeurig voor elke waarde van... Oh ja, dan is de vraag afgelopen en die voor elke waarde is van de volgende som. Oké, nou, we zien hier dat hij snijdt zichzelf op die as, dus dat betekent dat y is 0. Laten we even gaan kijken voor welke waarde voor t y gelijk is aan 0. Dus dan krijg je t tot de derde min 9, t is 0. Dus een derde graadsvergelijking, over het algemeen is het moeilijk, maar hier niet. Want je had een t buiten haakjes en dan hou je een kwadratievergelijking over. En dat geeft dan t is 0. Nou, dat is hier.
Of t kwadraat is 9 en dat betekent dat t is plus of min 3. Nou, bij t is 0 zit je niet in dat punt waar hij zichzelf snijdt. Dus je moet die plus en die min 3 gaan invullen voor x. En dan gebeurt er iets leuks. Want als je plus en min 3 tegelijk invult voor x, dan staat hier het kwadraat van plus of min 3. Maar het kwadraat van plus of min 3 is allebei 9. Dus het wordt 9 min 3 is 6. Dus inderdaad, het snijdt elkaar hier bij 6. Dat is leuk. En nu moeten we nog gaan zeggen van onder welke hoek snijdt hij nou. En als je wil weten onder welke hoek die snijdt, dan kan je dat op twee manieren doen. Je kan, je kan de richtingscoëfficiënt gaan uitrekenen en het met de shift-tangens doen. Je kan ook de snelheidsvectoren berekenen en het doen met inproduct. Het lijkt mij leuk om het nu een keertje te doen met inproduct. Hoe bereken je ook weer de snelheidsvector? Nou, dan moest je voor differentiëren. Dus v, de snelheidsvector, is de afgeleide van de x en de afgeleide van de y. De afgeleide van de x is 2t. En de afgeleide van de y is 3t kwadraat min 9. En dan moeten we dan die plus en die min 3 gaan invullen. Dus laten we kijken of we dat tegelijk kunnen doen. Even voor de gein. 2 keer plus of min 3 is plus of min 6. En bij die kwadraat valt de plus en min weg. Dus dat wordt gewoon 3 kwadraat is 9 keer 3 is 27. Min 9 is 18. Dus die snelheidsvector is plus of min 6 en dan 18. En dan kun je nog zeggen van ja, dat is dus eigenlijk gewoon de vector plus of min 1 en dan hier 3. Dan heb je alles door 3 gedeeld. Deze vectoren hebben niet dezelfde lengte, maar ze hebben wel dezelfde richting. En we zijn hier alleen maar geïnteresseerd in de richting. Dus nou, de cosinus van de hoek tussen die vectoren. Er zit trouwens nog een adder onder het gras als je het op deze manier doet. Dat is op zich wel, wel grappig. Maar kijk of dat ook hier een probleem oplevert. De cosinus van de hoek was het inproduct van de vectoren. En dan moet je dat delen door het product van de lengtes van de vectoren. Dus dat wordt de wortel van 1 kwadraat plus 3 kwadraat. Keer de wortel van 1 kwadraat plus 3 kwadraat. Maar die vectoren zijn allebei hetzelfde. Dus je krijgt hier gewoon het kwadraat van de wortel. Dus je krijgt niet eens een enge wortel. Dus hier bovenin krijg je min 1 plus 9. En onderin krijg je de wortel van 1 kwadraat plus 3 kwadraat. Dus 10. En dan in het kwadraat dat is gewoon 10. Dus ik kom uit op 8 tiende. En dat is hetzelfde als 4 vijfde. En dan is dus die phi, zou de shift cosinus moeten zijn van de 4 vijfde. Oké. Okay. Dan moet je rekenmachine even op graden staan. Want je wil een hoek weten of je gaat het gewoon omrekenen naar graden. Want er staat in de som dat het in graden moet zijn. Als er niet staat dat het in graden moet zijn, dan mag je het ook op radialen doen. Want dat is ook een hoek. Maar ja, bij graden kunnen we ons toch net altijd wat net iets meer voorstellen dan bij radialen. Dus doen een shift cosinus van 4 vijfde. En dat geeft een hoek van 36,9. Oké, okay, nou dat antwoord komt me niet heel erg bekend voor. Maar dat is omdat ik het hier fout heb. Ik ben er zelf ingetrapt. Grappig. Oké, ik had het met de tangens gedaan en ik kwam uit op 143,1 graden. En waarom is dat fout? Nou, kijk, die grafiek snijdt zichzelf zo. En deze hoek is dan waarschijnlijk die 143,1. Maar ja, deze hoek is kleiner, want samen is het 180 graden. Deze is 36,9. De afspraak is dat als twee lijnen of twee krommen elkaar snijden, dan moet je antwoord altijd kleiner zijn dan die 90 graden. Dus, of maximaal 90 graden als het loodrecht snijdt. Dus dit is fout en je moet eigenlijk dit antwoord geven. En bij deze manier gaat het automatisch goed. Als je met de tangens gaat doen, dan kom je in principe uit op dit ding. En dan moet je nog even realiseren dat je 180 graden min moet doen. Dus dat had ik zelf fout gedaan in het andere model. Maar het is niet erg, nu weet ik het. Dus dan kan ik het aanpassen. Oké, nou, voor elke waarde van t ligt punt p op de kromme bla bla bla, bewijs dit. Hint, maak eerst t vrij uit het vergelijking voor x. Oeh, dat is een spannende kromme. Y kwadraat is x plus 3 keer x min 6 in het kwadraat. Dit moeten we bewijzen. En ze zeggen als hint, maak eerst t vrij uit x. Nou,
Daar staat x is t kwadraat min 3. Dus t kwadraat is x plus 3. En dus t is plus of min de wortel van x plus 3. Ja. En nou hebben we de formule voor y. En die luidt, y is t keer deze, t kwadraat min 9. De t alvast buiten haakjes gehad. T kwadraat min 9. Nou, dus als je dat gaat invullen, dan krijg je hier plus of min die wortel van x plus 3. Keer het kwadraat van plus of min x plus 3. Min 9. Oké. Okay. Laten we dit even staan. Zeggen we dit is plus of min de wortel van x plus 3. Keer. En dan moeten we dus die plus of min de wortel x plus 3 in het kwadraat. Dan krijg je dus gewoon x plus 3. Min 9. En plus 3 min 9, dat is natuurlijk min 6. Min 6. Oké. Okay. Nou, en nu staat er dus y is bla bla bla, maar we willen weten wat y kwadraat is. Dus we gaan het helemaal kwadrateren. En als we dat doen, dan krijgen we y kwadraat. Dan krijgen we die wortel 3, x plus 3 in het kwadraat geeft gewoon weer die x plus 3. Dat minteken, dat boeit dan niet meer. En deze, die x min 6, die gaat in het kwadraat. En dan hebben we precies dit aangetoond. Zie je dat? Grappig, hè? Oké, nou. Gegeven oppervlakte. Gegeven is de familie van functies ax plus 2 gedeeld door x plus 2. Het vakdeel v wordt ingesloten door de grafiek van fa, de x-as en de lijnen x is 1 en x is 5. Zie onderstaande figuur. De functie fa kan ook geschreven worden als bla bla bla. Toon dit aan met behulp van een staardeling. Oké. Weer een staardeling. Maar hier is het gebruik van een staardeling verplicht. Even kijken hoor. Dus dan moeten we die functie hebben. En dan moeten we een staardeling doen en kijken of daar dan uitkomt wat in de toets staat dat er uitkomt. Bij een staardeling moet je het dingetje wat bovenin de breuk staat in het huisje zetten. Een ding waar je door deelt aan de zijkant van het huisje en het antwoord komt er aan de andere kant. Oké, dus hoe vaak past x in ax? Nou, dat past a keer. Dan krijg je a keer x is ax en 2 keer a is 2a. Dat haal je dan van elkaar af. Dus dan hou je over 2 min 2a. En dan ben je al klaar. Dus dan is je conclusie fax is het antwoord van de deling. A plus de bagger die je overhoudt. 2 min 2a gedeeld door waar je door deelt. Oké, nou. Hebben ze dit ook? Ja, zie je dat? Dat is precies hetzelfde wat we hier hadden. Dus dat is fijn. Kreeg je ook maar 2 punten voor. Je hoeft maar 1 stapje staardeling te doen eigenlijk. En dan zeggen ze bij 6, bereken met behulp van primitiveren voor welke a de oppervlakte van v gelijk is aan 3pi rond je antwoord af op 3 decimalen. Merk op dat hier staat met behulp van primitiveren. Dat betekent dat als je klaar bent met primitiveren, dan is je aanpak vrij. Het hoeft niet algebraisch en het hoeft niet exact. Maar wat willen we nou? Weten we alles? Weten we de grenzen? Ja, die zijn gewoon gegeven van 1 tot 5. Oké, dus we willen de integraal van dit ding, a plus 2 min 2a gedeeld door x plus 2, van 1 tot 5, dx, vergeet niet de dx, dat gelijk is aan 3pi. Oké, nou, die vraag 5 was niet om je te pesten, die vraag 5 was om jou te laten zien dat je de functie ook zo kan schrijven. En als je hem zo kan schrijven, kan je hem makkelijk primitiveren. Daarom zit die som erin. Als je die a primitiveert, krijg je gewoon ax. En als je dit primitiveert, heel eventjes nadenken hoe het ook weer ging. Kijk, als je 1 gedeeld door x primitiveert, dan krijg je de ln van de absolute waarde voor x. Hè. Dat was de uitzondering. Alle machten van x geven als primitieve gewoon een macht van x, behalve deze. En die ln, die hadden we geïntroduceerd als de logaritme die hoort bij het grondtal waarbij de functie en de afgeleide aan elkaar gelijk zijn, blijkt dan toevallig net de primitieve te zijn van de 1 gedeelde x. Dat is heel grappig en bijzonder. En iedereen die wiskunde doet, ook buitenaardse wezens die wiskunde doen, die krijgen dit ook. En die e is een vet belangrijk getal. Die is overal in het universum gelijk, hè, de constante van Euler.
nou ja, pi ook, maar e. Het ligt voor de hand dat elke beschaving die enigszins goed is in wiskunde, dat ze gewoon ook pi en e hebben en dat dat precies dezelfde getallen zijn als wij, die wij hebben. Dus ja, ze hebben misschien niet een tientallig stelsel, maar dat boeit niet. Oké. Leuk allemaal. Maar hoe zit het dan als er op die plek van de x iets anders staat? Jullie hebben geleerd dat 1 gedeelde ax plus b, als je dat gaat primitiveren, dan krijg je eigenlijk gewoon ook gewoon de ln van ax plus b met absolute waardestrepen. Maar dan moest je die 1 gedeelde a moest je ervoor zetten, want bij differentiëren spuugt hij een a uit. Nou, in deze som is a gewoon gelijk aan 1. Dus als je dat vergeet, dan kan je nog steeds zeggen van, hey, het is de ln van de absolute waarde van x plus 2, waarbij het bij deze som niet uitmaakt als je die vergeet, want het wordt toch niet negatief aan de binnenkant van de ln. Maar het moet nog wel vermenigvuldigd worden met 2 min 2a. Evalueren in de grenzen 1 en 5. En we willen dan dat er 3pi uitkomt, hè? Oké, nou, gaan we 5 invullen. Dus dan krijg je 5a plus de ln van 7 keer 2 min 2a. En dan min, en dan gaan we 1 invullen. Dus dan krijg je a plus de ln van 3 keer 2 min 2a. En we willen dan dat er 3pi uitkomt. Oké, nou. Dan gaan we maar weer. We willen die a weten. Hè? Dit kan je natuurlijk op je rekenmachine doen. Maar volgens mij kunnen we dit ook gewoon exact. Dus we gaan even kijken wat er gebeurt als we het exact proberen. Dus 5a. Ik hoop dat ik niet al te veel fouten maak. Ik zal het zo wel even controleren met mijn eigen antwoorden. Min 2a keer de ln van 7. Min a. Min. Dan krijg je 2 min 2a keer de ln van 3. Dus dan krijg je min 2 ln 3 en plus 2a ln 3 is 3pi. En dan moeten we die a's allemaal even aan dezelfde kant houden. Dus we hebben hier een 5a min a, dat is een 4a. We hebben hier een min 2a ln 7 plus 2a ln 3. Daar kunnen we wel iets buiten haakjes halen. Laten we het eerst maar even gewoon opschrijven. Dus dan krijgen we hier plus 2a ln 3 min 2a ln 7. Ja, dus dan hebben we allemaal. Alles met a hebben we nu als het goed is. En aan de andere kant hebben we staan 3pi. Die 2 ln 7 gaat naar de andere kant. Dat wordt min 2 ln 7. En de min 2 ln 3, dat wordt dan plus 2 ln 3, gaat naar deze kant. Nou, hier halen we de a buiten. We halen een 2a buiten haakjes. Ja. Dus dan staat er 2a. Dan houden we hier een 2 over. En dan houden we hier over ln 3 min ln 7. Maar ln 3 min ln 7 is gewoon de ln van 3 zevende. Zo. En hier hebben we dan 3pi plus 2 keer de ln. Ook van 3 zevende, zie je dat? Want je haalt 2 buiten haakjes, heb je hier ln 3 min ln 7 en dat is ln van 3 zevende. Dus nou, helaas geen factor 2 die we hier kunnen wegstrepen. Dus we krijgen nu a is 3pi plus 2 keer de ln van 3 zevende gedeeld door 2 keer 2 plus de ln van 3 zevende. En het hoefde niet exact, hè? Ik heb het gewoon exact gedaan, dat vind ik dan leuk. Dus bovenin de deelstreep krijgen we dan 3pi plus 2 keer de ln van 3 zevende. En onderin krijgen we 2 keer 2 plus de ln van 3 zevende. En als het goed is, daar komt een waarde uit, 3,35 nog wat. Nu gaan we dat even controleren. En ik denk dat deze rekenmachine wel een integraal optie heeft. Calculus, hier. Oké, dus we gaan integreren van 1 tot 5. Die functie waarbij a gelijk is aan dat getal. Dus dan moeten we even de oorspronkelijke functie pakken. Ax. Dus dan krijgen we een deelstreep.
Bovenin de deelstreep krijgen we dan die a. Nee, waarom onderin? Ik wil hem bovenin. Ik heb hem duidelijk aangegeven dat ik hem bovenin wil. Nou, dan typ ik hem wel gewoon over. Dus 3,35307 nog wat. Hè, keer x plus 2. En onder hebben we dan x plus 2. En als we dan deze integraal uitrekenen, zou er 3 pi uit moeten komen. Oké. Nou, hij doet het. Zie je dat? Dus dat is mooi. We hebben het goed gedaan. Even kijken hoe ik heb dat aangepakt. Want ik kan me die hele berekening niet herinneren die ik hier heb staan. Oh, we gaan aan de achterkant verder. Oh ja, ik had het ook zo gedaan. Oké, maar goed. De verstandige mensen doen dit natuurlijk gewoon met calc intersect. Die gaan vanaf dit moment zeggen ze van oké, ik ga het invoeren in mijn rekenmachine a is x. En dan calc intersect geeft die 3, nog wat. Zo. Hoeveel decimalen moest het? Even kijken, stond dat in de som? Ja, en er staat rondje antwoord af op 3 decimalen. Dat betekent dat als je het exact doet en je geeft dit antwoord, wat natuurlijk perfect is, dan krijg je een punt aftrek, want je moet het op 3 decimalen zetten. Hè? Dus dan doe je moeite om het exact te doen, maar dan vergeet je het in te toetsen en af te ronden, dan krijg je alsnog een punt aftrek. Dus ja, je moet goed lezen. Nou dat was deze som. Dan gaan we naar de volgende som. Oeh, dat is een mooie foto. Een Duplo-treinbaan staat hier. Wat moeten we daarmee doen? Meneer Snel heeft in de vakantie een Duplo-treinbaan gebouwd. De baan bestaat uit 72 kromme baanelementen en 52 rechte baanelementen. Zie de onderstaande foto. Ja, ik vond het een hele mooie baan. In foto's 2 en 3 zijn respectievelijk een rechtbaanelement en een krombaanelement afgebeeld. Nou, ja. De lengte van een rechtbaanelement is gedefinieerd als de lengte van het lijststuk AB in foto 2. Het lijststuk dat loodrecht op beide uiteinden en gaat door het midden van beide uiteinden. De lengte is exact 8 duplo eenheden. De breedte van een rechtbaanelement is de afmeting loodrecht op de lengte. Deze is exact 4 duplo eenheden. Oké. Nou, en dan krijgen we nog dezelfde preek, maar dan over de bocht. De lengte van een krombaanelement is geleverd als de lengte van de cirkelboog CD in foto 3. De cirkelboog staat loodrecht op beide uiteinden, gaat door het midden van beide uiteinden, heeft een binnenhoek van 30 graden. En een straal van 16 duplo eenheden. De breedte van de uiteinde van de krombaan element is ook exact 4 duplo eenheden. Nou, leuk. En dan zeggen ze hier, 1 duplo eenheid komt overeen met 1,6 centimeter. Bereken exact de lengte van een krombaan element in centimeter. Oké. De lengte is dus de lengte van deze cirkelboog. Ja? En wat was er gegeven? Er was gegeven dat die cirkelboog, die hoorde bij een cirkel met een binnenhoek van 30 graden en een straal van 16 duplo eenheden. We rekenen even alles in duplo eenheden. Oké, 30 graden. Hoeveelste deel van een cirkel is dat? Nou, 30 gedeeld door 360. Dat is 1/12 deel van een cirkel, toch? Dus als we deze lengte willen uitrekenen, dan berekenen we gewoon de omtrek van de hele cirkel en dan delen we dat door 12. Dus de omtrek van een cirkel is omtrek pi keer de diameter, hè? Dus 2 keer pi keer de straal is 32 pi. Dat is de hele cirkel. Maar dan moeten we dat even door 12 delen. Dus de gevraagde lengte is 32 pi gedeeld door 12 32 gedeeld door 12. De pi doet zo lekker niet in. Hè? Dat is 8 derde. 8 derde pi. Duplo eenheden. Maar we moesten het in centimeter doen. Dus het moet nog een keer 1,6. Dus, want 1 duplo eenheid was 1,6 centimeter. Hè? Dus dat is 4. En dat moest exact. Dus het is nu niet meer exact omdat ik op deze rekenmachine hier een kommagetal heb ingetoetst. Dat vat hij nooit op als breuk. Dus dan moet je die 1,6 eventjes intoetsen als breuk. En als je geen getal in zicht hebt, dan kun je het intoetsen als 16 tiende. Dat is 1,6. En dan kom je uit op 64 vijftiende pi. Oké, en dat is
Oh ja, nog een keer pi, oké. Okay. Even voor het idee of het redelijk is. 13,4 centimeter, ja. Nou, dus dit is centimeter en dan staat hier dat het exact moet. Dus je moet het gewoon laten staan als 64 vijftiende. Of je gaat zeggen die 4 die haal ik eruit, dan heb ik 4 vijftiende pi. Dat vind ik mooier. En jullie TI-rekenmachine kan het heel makkelijk. En deze die heb ik nog niet uitgevonden hoe dat moet. Dus, oké. Op de onderstaande foto zie je twee spoortjes onder elkaar. Het bovenste spoortje bestaat uit vier rechte baanelementen en het onderste uit vier kromme baanelementen. Aan de linkerkant zijn de spoortjes met een groot dubbeldobbel aan elkaar gemaakt. Het lijkt erop dat de spoortjes aan de rechterkant gelijk uitkomen. Bewijs dat de spoortjes aan de rechterkant gelijk uitkomen. Hint, kijk alleen naar het linker rechte baanelement en het linker kromme baanelement. Maak een schets. Ja, dit is een rotvraag. Maar toch kan je hem. Als je het inzicht hebt. Dat is vervelend, maar wij willen natuurlijk inzicht. Kijk, we hebben hier die cirkelboog. Met die straal van die 16 baanelementen. Weet je wel? Dus dat kromme baanelement ligt hier. En deze hoek was 30 graden. Dus als ik hier een hulplijn teken en hier een rechte hoek maak, dan betekent het dat dit 8 is. He, 30 graden, 90 graden, 60 graden. En zeg je, hé, kijk, deze 8 en die 8. Want zo'n rechtbaanelement was toch ook 8 duplo eenheden. Dit is even lang. Dus dat betekent dat dit spoortje en dit spoortje gelijk uitkomen. En ja, als je een bocht hebt en een rechtstuk en dat komt steeds gelijk uit, dan komt het ook gelijk uit als je dit nog 4 keer doet. Dus het argument is, ik herken hier een 30, 60, 90 driehoek. En dit is 16, dus dit is 8 en dan ben je er al. Dus als je het ziet is het makkelijk. Als je het niet ziet, dan is het een verschrikkelijke som. Maar goed, het is maar 3 punten. Oké, ik heb net som 9 geprobeerd en ik ging gigantisch de mist in. 2 keer kwam ik verkeerd uit. Dus ik dacht, nou laat ik het dan maar even opnieuw proberen. En om jullie te sparen heb ik dat er even uitgeknipt. Dus we gaan gewoon nog een keer kijken. Bij som 9 hebben ze twee cirkels, C1 en C2. En ze zeggen die cirkels raken elkaar in het punt A. En dan moet je de formule opstellen van de gemeenschappelijke raaklijn van die twee cirkels. Nou, als je dat wilt doen, dan moet je natuurlijk eerst uitrekenen waar die cirkels elkaar raken. Dat kan je doen door een stelsel te maken van de cirkels en gewoon de snijpunten te gaan berekenen. Als je het dan goed doet, dan krijg je de snijpunten eruit. Dan krijg je het ene snijpunt eruit wat je wil. Dus we verwachten straks een kwadratievergelijking te krijgen met discriminant 0. En dat is me 2 keer niet gelukt. Dus vandaar. Nou, maar als ik het nog een keer doe, dan komt het vast wel goed uit. Oké, x min 4 in het kwadraat plus y min 3 in het kwadraat is 11 1 vierde. Oké, hoe bepaal je het snijpunt van cirkels? Je gaat eerst die haakjes uitwerken en als je het dan van elkaar aftrekt, dan vallen de kwadraten weg. En dan krijg je een lijn en dat is eigenlijk al de gemeenschappelijke raaklijn, maar dat weet je misschien niet. Dus dan ga je ook nog even uitrekenen waar dat punt dan zit. En dan kun je de raaklijn maken en dan kom je uit op hetzelfde ding wat je al had en denk je, oh dat is leuk. X kwadraat plus, dit geeft y kwadraat min 2y plus 1 is 1 1 vierde. En hier krijg je x kwadraat min 8x plus 16 plus y kwadraat min 6y plus 9 is 11 1 vierde. Om minder fouten te maken, wil ik nu alvast alles keer 4 doen. Want dan zijn we van die stomme breuken af. Dus dit is ons stelsel. Maar we gaan alles even keer 4 doen. Dus we krijgen hier 4x kwadraat plus 4y kwadraat min 8y plus 4 is 5. En die onderste doen we ook keer 4. Dus dan krijgen we 4x kwadraat min 32x plus 64 plus 4. Y kwadraat min 24y plus 36 is 11 1 vierde keer 4, dat is 44 en dan eens erbij is 45. Zie je dat? Nu zijn we van de breuken af, dus ik hoop nu dat ik niet de fouten ga maken die ik net heb gemaakt allemaal. Dus de 4x kwadraat, dat valt weg.
de 4i kwadraat valt weg. En dan houden we hier over de min 32x. En dan hebben we hier min 8i min 24i. Dat is min elkaar. Dus dat betekent dat je dan plus 16i krijgt. En dan hebben we ook nog wat losse getallen. We hebben hier een 4. Hier hebben we een 64 en een 36. Oké, dat is 100, hè. Dus dan hebben we hier 4 min 100 is min 96. En aan deze kant hebben we 5 min 45 is min 40. Dus dat betekent dat... dan gaan we eerst eventjes die 96 naar de andere kant brengen. Dus min 32x plus 16i is min 40 plus 96. En dat is natuurlijk 56. Oké, dit kunnen we delen door dingen. Niet door 16, maar we kunnen het wel delen door 8 delen. Misschien kunnen we... Ja, we kunnen niet door 16 delen. Nee. Oké, dan delen we door 8. Dan krijgen we hier min 4x... Wacht even. Ja, als je hier dus min 32x, dan krijg je hier plus, hè? Hier krijg je ook plus. Oké, dan krijg je plus 4x. En dan hier delen we dan door 8 delen, krijgen we hier 2i is. En dan 56 door 8 is 7. Oké, nou dit is al iets anders dan wat ik net had. Dus dit geeft een soort van hoop. En nu moeten we hier eventjes de x uit vrijmaken. Dus x is... Of laten we zeggen 4x is 7 min 2i. Dus x is 1 vierde keer 7 min 2i. En dat is dus 7 vierde, dat is 1 drie vierde min een half i. Nou, dit wordt een smerige berekening. Nu krijgen we weer allemaal van die breuken erin. Dat wilden we juist niet. Maar oké. We gaan even uit van de formules... zonder de breuken. Dus ik wil uitgaan van deze. Dan moeten we straks waarschijnlijk nog een keertje ergens mee vermenigvuldigen om echt alle breuken weg te krijgen. Maar hier gaan we dus die x even invullen. En dan die kwadraten tellen dan wel gewoon mee. Hè? Want we kijken nu alleen maar dit ding zonder dat we die ervan aftrekken. Dus dan krijgen we 4 keer x. Dus het is 4 keer 1 3 vierde min een half keer i. In het kwadraat, dat is dit stuk, plus 4i kwadraat, nou die blijft gewoon hetzelfde, min 8i plus 4 is 5. Oké, nou en dan moeten we dus die 1, 3, 4 in het kwadraat gaan doen, maar daar heb ik dus gewoon geen zin in. Dus ik ga alles keer 4 doen, ik maak hiervan 16. En dan staat hier gewoon 1, 3, 4 min een half i in het kwadraat plus alles keer 4 gedaan, dit wordt ook 16. 16i kwadraat. Aan de laatste som zit ook al een breuk in. Het venijn zit hem in de staart. Maar gelukkig zit het in de staart. Hè. Dat is wat beter dan dat je meteen mee wordt geconfronteerd. Keer 4, hè? Dus dat is geen 8, dat is 16. Oké. Ja, en dit is 20. Oké, nou het aardige is nu, die 16 die kan je opvatten als een 4 kwadraat. Dan kan je hem in de wortel brengen, of in het kwadraat brengen. En dan moet alles dus gewoon keer 4. Dan krijg je 7 min 2i in het kwadraat plus deze bagger. En dat rekent een stuk fijner dan met al die stomme breuken. Ik doe dit ook alleen maar om proberen om minder fouten te maken. Dus 7 in het kwadraat is 49. Dan krijg je hier 2 keer 7, dan moet nog een keer 2. Dus dan krijg je 8, min 28i plus... 4i kwadraat plus 16i kwadraat min 32i plus 16 is 20. Nou, oké, dus dan krijg je 20i kwadraat. Je hebt hier een min 28i min 32i. Dat is min 60i. En dan hebben we ook nog een 49. En een 16. Dus dat is 65. En dan 20 eraf. Dan heb je die 45. Dus dat is dan plus 45.
Oké, okay, nou, dit kunnen we door 5 delen. Dus dan krijg je hier 4i kwadraat min 12i plus 9 is 0. En nu hadden we gezegd van ja, wij willen dat hier de discriminant 0 van is. Dus we gaan even controleren. Discriminant is min 12 in het kwadraat min 4 keer 4 keer 9. Nou, 12 gaat natuurlijk 144 en 4 keer 4 keer 9, dat is ook die 144, zie je dat? Dus de discriminant is inderdaad 0. Dus we krijgen als i-coördinaat van ons snijpunt, i is min b gedeeld door 2a, dus 1,5. En de x die daar dan bij hoort, die kunnen we vinden door, door die lijn in te vullen. Weet je nog, de 4x plus 2i is 7. Dus dan hebben we hier de 4x plus 2i is 7. Nou, 2i is 3, dus 4x plus 3 is 7. Dus dat geeft dan 4x is 4, dus x is 1. Dus dat snijpunt zit bij 1,5. Oké, ik heb nog een foutje gemaakt. We knippen nog een stuk eruit. We gaan weer verder. Dus m is 0,1. En vector a is 1 opzij en 1,5 omhoog. Ja? De normaal vector van die lijn k... kijk, die MA is de straal, dit is die lijn. Dus dat betekent dat de normaal vector is gewoon AM of MA. Dus dat is vector A min vector M of andersom. Maakt bij normaal vector niet uit of er een minteken in zit of niet. En ik vind het mooier om het zo te doen. Dus dan krijg je hier vector A min vector M is 1 en een half. Oké. Okay. Dus de vergelijking van die lijn is dan 1,5 keer xi is een getalletje. En door die x en y in te vullen kun je berekenen wat het getalletje is. Nou, die x die is 1, dus dan staat 1 keer 1. Die y is 1,5. Dus dan staat er 1,5 keer 1,5. Dus 3/4, hè? 1,5 keer, de helft van 1,5 is 3/4. Is gelijk aan c. C is 1/3 ofwel 7/4. Dus we kunnen die vergelijking schrijven als x plus 1,5 i is 7/4. En als we dan van de breuken af willen, doen we alles keer 4. En dan staat er 4x plus 2i is 7. En nou, dat is dan de vergelijking die we hier eigenlijk al hadden. Dus met voldoende inzicht en een argument had je hier al kunnen stoppen. Nou ja, dan had je kunnen zeggen, nou, op deze lijn liggen alle snijpunten van de cirkels. Er is maar één snijpunt. Dus dan is dit de raaklijn. Dat was een stuk makkelijker geweest. Maar goed. Ja, nou, rotsom dus. Want ik ben dus uiteindelijk, toen ik de som ging maken, heb ik 3 keer de mist ingegaan. Dus ja, nou, misschien kunnen jullie het gewoon wel. Dan, de laatste som. Bereken de coördinaten van het zwaartepunt van de massieve homogene vierhoek OCNM. Geef je antwoord exact of rondaf op 1 decimaal. Hint, de zwaartepuntsvector van een driehoek is bla bla bla. Oké, nou laten we eventjes een schets maken. En we moeten ook nog even kijken waar C ligt. Dus laten we eerst even gaan kijken waar C ligt. Dan eventjes, C is een snijpunt. Even kijken, wat stond er in de som? Cirkel C2 snijdt x als in de punten B en C. En xB is kleiner dan xC. Dus we willen dat i is 0 bij C2. Dus we gaan zeggen, i is 0. En dan gaan we kijken naar C2. En C2 ziet er dan uit als x min 4 in het kwadraat plus 0 min 3 in het kwadraat. Dat is 9. Is 11/1/4. En dan brengen we die 9 naar de andere kant. Dan staat er 11/1/4 min 9 is 2/1/4. En dan trekken we de wortel. Dan krijg je x min 4 is plus of min 1,5, hè. De 2/1/4 is 9/4 en de wortel van 9/4 is 3/2. Dus x is 4 plus of min 1/2. Dus xc is degene met de plus, die zit bij 5,5. Nu kunnen we even een schetsje maken van dat figuur. Dus we zetten eventjes de ruitjes aan. En dan gaan we eventjes een schetsje maken. Oké.
Zo, assenstelsel. En die M hier, die zat bij 1. En dat middelpunt van die C2, dat lees je gewoon af uit de formule, is 4,3. Dus 4 opzij, 3 omhoog. Hier, dat is N. Dat is M. Die C zit bij 5,5. Hier. Zo, dit zit bij 4, dit zit bij 3, dit zit bij 1. En dan gaat het om de zwaartepunt berekenen van dit malle figuur. Oké. Zo. Oké, deze dus. Oké, als je dat wil doen, dan moet je er even twee driehoeken van maken. En dan van elk driehoek afzonderlijk het zwaartepunt berekenen en dat dan met gewogen gemiddelde optellen. En er zijn twee manieren waarop je dit kan indelen in twee driehoeken. Je kan het op deze manier doen. Dan krijg je hier een hele makkelijke driehoek en hier een driehoek waarbij je dan een rechthoek eromheen moet tekenen om de oppervlakte te kunnen berekenen. Daarom doe ik hem niet zo. Ik doe hem zo. Dan heb ik twee driehoeken waar ik makkelijk de oppervlakte kan berekenen. Dus we gaan eerst kijken naar, laten we zeggen dat deze driehoek noemen we driehoek 1 en deze driehoek noemen we driehoek 2. En dan gaan we het zwaartepunt berekenen van driehoek 1. Het zwaartepunt van driehoek 1 is 1/3 keer de som van de hoekpunten. Dus de oorsprong, dat is makkelijk, dat kunnen we niet fout doen. M zit bij 0,1 en N zit bij 4,3. Dus dat is eigenlijk gewoon 1/3 van 4,4. Dus dat is als vector is dat 1,1/3 en 1,1/3. Oké, dat is grappig dat zo mooi, mooi ligt op de lijn I is X. Maar ja, dat volgt uit de getalletjes, hè? Dus dat is volgens mij wel goed. Oké, wat is de oppervlakte van driehoek 1? De oppervlakte van driehoek 1 is zijde keer hoogte gedeeld door 2. De hoogte is 4, de zijde is 1. Dus we hebben een half keer 1 keer 4 is 2. Dan hebben we ook zwaartepunt 2. En dat is 1/3 keer, en dan hebben we hier 0,0. Dan hebben we hier 5,5,0 en hebben we ook nog hier de 4,3. Zo. En dan moeten we dat ook weer allemaal gaan zitten optellen. Dus dan krijg je hier 1/3. En dan, die dubbele haakjes zijn niet nodig. Dat is 9,5. 9,5 gedeeld door 3, dat is niet zo'n mooi getal helaas, jammer. En onder hebben we 3, dat is dan wel een mooi getal. Dus dan houden we over. Aan de onderkant hebben we gewoon 1. En aan de bovenkant hebben we 9,5 gedeeld door 3. Ofwel 19/6. Ofwel 3/1/6. En de oppervlakte van driehoek 2 is gelijk aan, dan heb je hier weer die zijde keer die hoogte gedeeld door 2. Dus dan heb je 1/2 keer 5,5. Keer 3. Daar komt een hoop breuken bagger uit. Laten we kijken wat de rekenmachine zegt. 1/2 keer 5,5 en dat is dan 11/2. Deze rekenmachine vindt dat niet zo. Die kan geen breuken met de hele eruit zomaar opeten, voor zover ik weet. Dus we moeten even moeilijk doen. En dan krijg je een oppervlakte van 8 en een beetje. Oké, dat geloof ik wel. Dus nu kunnen we de zwaartepuntsvector van het hele ding berekenen. Even kijken, wat wordt er precies gevraagd? De coördinaten van het zwaartepunt. Oké, die zitten natuurlijk in de zwaartepuntsvector. Dus de zwaartepuntsvector is 1 gedeeld door de som van de massa. En de oppervlakte hier, massa en oppervlakte hier hetzelfde. Maar het waren massieve homogene vierhoeken dingen. Dus je krijgt hier gewoon je 10/1/4. En dan moet je de zwaartepunten moet je vermenigvuldigen met hun wegingsfactor. Dus de oppervlakte van deze was 2, dus dan krijg je 2 keer de 1/1/3, de 1/1/3, plus 8/1/4, keer 3/1/6, 1.
Nou, ja, dit is hem al. Maar nu moet je het natuurlijk nog even uitrekenen. Dus we krijgen 1 gedeeld door 10 1 vierde. En 10 1 vierde, dat is hetzelfde als 41 vierde. Zo, oké. Okay. En dat moet keer een heel ding. Namelijk 2 keer 1 1 derde, 2 keer 4 derde. Plus 8 1 vierde, maar dat was dus 33 vierde. Op de TI is dit volgens mij makkelijker. Keer 19 zesde, hè? 19 zesde. En dan kom je uit op 691 246ste. Het hoeft trouwens niet exact, hè? Geef je antwoord exact of rond af op 1 decimaal. Dus ik ga zo even kijken wat ik heb. En dan nou, hoop ik dat het hetzelfde is. Anders knippen we nog een stuk eruit. Want ja, we zijn toch de hele tijd bezig met stukken eruit knippen. Oké, die andere. Die eerste term hier, die is hetzelfde. Want de onderkant is hier gewoon hetzelfde. Maar hier krijg je 8 1 vierde keer 1. Dus in plaats van 19 zesde krijgen we hier gewoon dit. En dan krijgen we als antwoord eruit 131 123ste. Oké. Nou, en dat ene ding is dan 2,8. En dat andere ding is 1,1. En dat ziet er niet heel belachelijk uit als zwaartepunt. Dus misschien is het wel gewoon goed. Nou, wat had ik? Ik had 691 246 en 131 123ste. Ja, wonderbaarlijk is het wel weer goed. Nou, fijn. Dus tamelijk venijn in de staart bij 9 en 10. Maar ja, ik hoop dat het bij jullie uiteindelijk ook goed is gegaan. Dus dan gaan we nog even afsluiten. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel broer, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.